Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen draagt Energy for All hoog in het vaandel. Bouwfecaliënverwerkingsfaciliteit noodzakelijk voor milieu en gezondheid. Defensie doet kick-off bewustwordingsactiviteiten over integriteit. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen draagt het motto Energy for All hoog in het vaandel. Suriname heeft zich namelijk gecommitteerd aan aspect nummer 7 van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Dit houdt in dat iedereen ter wereld tegen 2030 toegang moet hebben tot energie. Dit doel kan bereikt worden door het ontwikkelen van hernieuwbare energie, een project dat momenteel gefinancierd wordt door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. De resultaten van een onderzoek binnen dit programma zijn op donderdag 7 september gepresenteerd. Dit project is onderdeel van een groter programma. En dat is het programma Development of Renewable Energy, Efficiency and Electrification. Ja, en dit programma wordt gefinancierd middels een financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, zoals we die noemen. En deze component hield in een studie voor het produceren van een wind resource map. En dat is meer voor de kustvlakte van Suriname. En het doel was om na te gaan in hoeverre het haalbaar is om energie te genereren uit wind. Ja. De map is vervaardigd op basis van verzamelde data van 5 opgezette masten en een SODAR systeem. En SODAR staat voor Sonic Detection and Ranging Unit. En dat hebben we gedaan op 5 verschillende locaties in het kustgebied van Suriname. In het oosten, aanvankelijk zouden we het in Galibi opzetten. Het werd uiteindelijk vanwege lokale perikelen, Ajuma Hill. Verder in Komowijnen hadden we een unit, maar ook op het staatsolieterrein in Saramaka. Een vierde unit, de Boskamp. En in Nikeri, Clara Polder was het, hadden we ook zo'n unit. Een woord van dank, tot slot, sowieso richting onze partner IDB, thank you for the support. Thank you for believing in the project. And we all know there were challenges. We all know there were delays. But at the end, we have reached the common goal. And this morning we are in the position to present the results to the public. Thank you for believing in the project. Thank you for the support, not only in this trajectory, but also in the other projects, the other initiatives we are developing, but also that we are implementing. Thank you for the support to the ministry, to the government. U weet, het ministerie van Openbare Werken heeft 2 belangrijke labs of instituten. En één fase is de meteorologische dienst. En dat is de dienst die het beheer heeft over veel van dit soort instrumenten, klimatologisch, hydrologisch, zit bij de wateropkundige dienst. En het netwerk wat vrij goed onderhouden is very sophisticated, state of the art. Dat is het, dat is wat men nu heeft. Maar je hebt, en we hebben de arbeiders, de medewerkers die het systeem onderhouden. En op dit moment zijn we ook bezig het instituut te versterken, want je hebt researchers ook nodig bij de overheid voor een deel. En dat is
waar we op dit moment investeren. Dus kort gezegd, minister van NH en de staf, ik denk met deze samenwerking kunnen we van beide kanten zorgen, zelfs in tripartiet, ook met de opleidingsinstituten, dat instrumenten, analyse, data, de vraagstukken van de overheid, van de regering, zeker met betrekking tot klimaatverandering, energievraagstuk, gaat kunnen beantwoorden. Wind energy in Suriname can be a great complement to other renewable energies already in place, such as solar and hydro, to improve energy security in the country, contributing to the mitigation of climate change, again, very important as oil and gas comes into play, reducing the cost of generating electricity, and of course, creating new local jobs for Surinamese citizens, which is a very relevant topic in the context of the economic recovery scenario we are currently facing here in Suriname. The Wind Atlas is a first step toward wind energy in Suriname. So far, 5 towers, 80 meters high, have been installed along the northern coast of the country. Het opzetten van een faciliteit voor de duurzame verwerking van menselijke uitwerpselen, oftewel fecaliën, is noodzakelijk om de gezondheid en het milieu te beschermen. Dit is de hoofdreden waarom de regering zich sterk maakt voor het opzetten van een moderne faciliteit om dit soort afval verantwoord te verwerken. In aanloop naar het aanbestedingsproces van het nog op te zetten complex is een presentatie verzorgd voor stakeholders betrokken bij de verwerking van afval. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Hier wordt gefocust op hoofdzakelijk op fecaliën, hoe we omgaan met onze fecaliën. Het huidige systeem is het systeem dat wij hebben met septic tanks. De meeste huizen, en ik dacht zo'n 90% in het kustgebied van de huishoudens, hebben een septic tank. De bedoeling is dat zo'n septic tank dat die een beetje de fecaliën filtert. Er gaat water dan in het rioleringssysteem en fecaliën, het vaste gedeelte, blijft achter. Dit systeem heeft tekortkomingen. Het is niet echt milieuvriendelijk. Het is niet het slechtste systeem dat bestaat. Het is beter dan de latrines die we vroeger hadden. Maar er zijn nog steeds uitdagingen. Want wat gebeurt er? Op de eerste plaats is er geen controle op hoe goed deze septic tanks functioneren. Op de tweede plaats, wanneer ze worden geledigd door de grote tankwaters, bromberen zoals we die noemen in de volksmond, dan wordt dat weggezogen. En de praktijk van vandaag, hoewel het niet helemaal legaal is, is dat het afval wordt gedumpt in de Suriname rivier. Met alle gevolgen van dien. Natuurlijk denken wij dat als het in de rivier gaat, het gaat om menselijk afval, er is er niks aan de hand. Dat is niet waar, want alle ziektekiemen, alle gevaarlijke zaken die daarbij horen, die gaan ook in dat systeem. En op die manier vervuilen we eigenlijk onze rivieren. En dat heeft schadelijke gevolgen voor mensen die gebruik maken van die rivier, maar ook voor onze vissen en noem maar op. In elk geval, wij hebben dus deze studie zijn aangevangen. De bedoeling is dat er een voorstel wordt gemaakt om op een veel modernere manier om te gaan met onze fecaliën. We hebben daarnet de presentatie gehad, voorlopig, want die moet nog bediscussieerd worden, waarbij het voorstel wordt gedaan dat het systeem van die tankauto's blijft bestaan. De fecaliën worden vervoerd naar een plant, een speciale plant, waar dus de fecaliën worden verwerkt. En daar bij de verwerking blijft er natuurlijk blijven er vaste stoffen over die gebruikt kunnen worden in de landbouwsector of elke andere aanwending. Zo gaan we naar wat wij noemen op het ministerie een circulaire economie. Circulaire economie betekent dat wij zoveel mogelijk hergebruiken wat we produceren en dat het afval dat wij produceren, het maakt niet uit welk soort afval, uiteindelijk wordt geminimaliseerd.
Met de workshop Zonder Integriteit, Geen Waardigheid heeft het ministerie van Defensie op vrijdag 2 september formeel de kick-off gedaan van een reeks van bewustwordingsactiviteiten om de integriteit van het personeel binnen het defensieapparaat te bevorderen. De kwaliteit van defensie wordt volgens minister Krishna Kumari Mathura bepaald door elk individueel lid van de organisatie. Doet één medewerker iets verkeerd, dan schaadt het de reputatie van alle andere collega's binnen de defensieorganisatie. Het creëert deuken in de collectiviteit. Daarom is het van belang om te letten op wat wij doen, benadrukte defensieminister Mathura bij de kick-off. Met een duidelijk integriteitsbeleid worden de basiswaarden omschreven hoe er op een zorgvuldige en verantwoordelijke wijze met elkaar, anderen, middelen, informatie en bevoegdheden wordt omgegaan. Deze basiswaarden gelden voor iedereen op de werkvloer, op de kazerne en in de top van de organisatie. Enkele voorbeelden van integriteitsschendingen zijn onwettig verzuim, roddelen over collega's, misbruik van bevoegdheden of dienstmiddelen, corruptie en het plegen van strafbare handelingen, waaronder diefstal, verduistering of fraude. Bij de bewustwordingsactiviteiten wordt daarom vooral de nadruk gelegd op de belangrijkste kenmerken van een integere ambtenaar of militair en het gewenste gedrag, zowel in werk als privé-tijd. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.